Wat is dat dan? Wacht even hoor. Oh, dat is de handrem, sorry. Hier, ik heb recht. Oh, hoe is ze achteruit? Ik moet hem even indrukken, volgens mij. Dat denk ik altijd nog lang vol. Oh, wat is dat? Ja. Wat een beest, joh, dit. Waar je opgroeit, word je gevormd. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen in de spotlights. Wij zoeken het spoor terug van bekende Overijsselaars. Terug naar waar hun wortels liggen. Terug naar het begin. Terug naar hun roots. Wat leuk! Chris, hoi! Ja, Bert. Hallo. Wat leuk dit. Ja, hè? Ja, echt. Ja. Hoe voelt dit, jongens? Hoe is dat nou? Ja? Ja. Ja. Nou, zitten jullie weer samen, hè? Ja. Na 2005, zei je, 15 jaar. Zoiets. Ja. Ja, ongelofelijk, hè? Hoe voelt dit? Nou, het voelt wel goed. Ja? Ja. Voor Chris is het natuurlijk super ongemakkelijk om nu met een camera op zijn neus zijn ex weer te zien. Dat snap ik heel goed. Ja. Leonie zei net in de auto, vurige, echte liefde. Ja, dat was het ook. Ja. Ja. Jullie waren jong, hè? Relatief jong. Ja, ik was net 18, denk ik. 17, 18. Ja, jij was 17, 18. Ik was 16. Ja, 1996 in Sunset Haaksbergen. Ja. Maar het grappige was, jij had eerst verkering met mijn beste vriendin. Met Marije. Met Marije. Ja, ja. En Marije zei, ik ben verliefd op een jongen. En toen stond hij op de dansvloer en toen weet ik nog dat ik dacht, shit, ik ben te laat. Dat was mijn eerste gedachte, ik ben te laat, gewoon balen. En toen had jij verkering met Marije, toen hadden wij altijd al een klik met z'n tweeën. Hm? Dat ging toen uit. Ja. En toen kwam ik je een paar maanden later tegen de Sunset. En wat zag jij in haar dan? Afgezien van dat Marije leuker was, maar... Nee, een mooie meid. 100%. Kriebels. Ja. En dan kom je op enig moment samen te wonen in een huisje, in the middle of nowhere. Ja, eerst nog in Hengelo, een appartementje. Nog 2 jaar gewoond? Ja. Ja. En daarna, maar vrij snel samenwonen eigenlijk, of niet? Ja, ik was 19, weet ik nog. Nee, ik was 20, denk ik. Ja. En hij had nog geen gordijnen. En jouw moeder, zijn moeder kan heel goed Zweeds praten, Annie Otterspot. En die zei, je moet nog wel gordijnen hebben, maar je kunt eerst nog wel een slat voor de raam hangen. Een slat. Dus we hadden letterlijk een doek voor de ramen gehangen. En het was gewoon, we waren gewoon zo blij dat wij met z'n tweeën ons eigen plekje hadden. Ja. Tosties eten in bed, roken in bed. Ja. Het was gewoon, toch? Ja, klopt. Dat gevoel van vrijheid kan ik nog heel goed herinneren. Kunnen nu echt doen en laten wat we willen. Ja. We waren wel wilde brassen hoor, met z'n tweeën. Veel uitgaan. Je had ook een vriendin die niet altijd thuis was. Die de wereld overging, die klus had, die waarschijnlijk langere tijd weg was. Ja, soms wel een week weg. Langer? Of soms wel langer weg. Ja. Ja. Maar dat was niet gek? Nee, soms ook wel fijn. Zo lekker in gang gaan. Ja, precies. Ja. Nou. Maar wel, ik zit een beetje te peilen. Nee, je kijkt er wel allebei goed op terug. Ja, zeker wel. Hoe kijk jij erop? Ja, ik ook. Nee, het was een mooie tijd, 100%. Ja. Ja. Dat is lachen. Ja. Waarom ging dat mis, Chris uiteindelijk? Ja. Je groeide uit elkaar, of je... Ja, ook dat. We groeiden ook uit elkaar. Ja. Leonie was ook te vaak weg, denk ik. Ja. En je woont naar het westen toe ook. Ja. Ja. Jij niet? Nee, ik woon niet naar het westen. Nooit? Nee, nooit. Waarom niet? Nee, ik heb hier mijn leven. Ja. Ja, dat weet ik ook nog. Dat ik toen zei, weet je, ik weet nog dat we dat gesprek hadden. Ik zei, is dit het nou? Weet je, we moeten toch nog meer uit het leven halen. Toen zei, ja, maar ik ben helemaal gelukkig hier. Ja. Dat, en ik was niet ongelukkig, maar ik wist wel, er is meer te halen. Voor mezelf. Maar jij vertelde net al het verhaal van Centraal Station Amsterdam aankomen en zeggen, hier wil ik wonen. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je dan aan de Buurse Beek terechtkomt. Nee. Nee. En we hadden ook allebei, ik denk ook dat... Ik wilde meer uit het leven halen en we maakten elkaar op een gegeven moment ook ongelukkig. Dat weet je, ja, ik was ook veel weg. Ja, ik was veel weg. Ja. En jij was jong, ik was jong. Zaten we niet in Donald Duck te lezen in die tijd. Dus we hebben elkaars harten ook wel eens gebroken. Maar toch
nooit hebben we elkaar gehaat. Nee. Nee. Tenminste, ik niet. Nee, ik ook niet. Nee. 100% niet. Nee. Nee, we zijn altijd hebben contact blijven. We zijn in contact gebleven met elkaar. Want voor mij is het heel dierbaar wat ik met hem heb meegemaakt. Dat is toch wel mooi? Ja. Uiteindelijk. Je hoeft ook geen hekel te hebben aan mensen waar je lang van gehouden hebt. Nee, maar dat gebeurt wel heel vaak. Ja. Met mensen die uit elkaar gaan. Ja. Maar en weet je niet. Nee. Nee. Nou, waar zit je nu? Ja, sorry. Ja. Ik zit naar hem te kijken. Ik denk, jeetje. Maar het voelt ook heel vertrouwd weer voor mij. Maar dat is altijd eigenlijk al zo geweest. Ja. Ja, het was ook bijna 9 jaar, hè? Ja. Ja, de belangrijke jaren. Ja. 9 jaar, Otterschot. 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 Otje. Ja. Otje. Ja. Otje, hè? Dat was echt. Zo in mijn hond nu. Otje. Echt? Ja. Wat grappig. Ja. Oh, het mooie grappige, het hele grappige was ook. Ik sprak Chris, toen was ik net zwanger van James, mijn eerste zoon. En toen was ik echt net zwanger, ik wist het net. En toen heb ik toch Chris gebeld. Ik weet niet, ik wilde dat met hem delen. Dus toen belde ik Chris om te zeggen van, joh, ik ben gewoon zwanger. Weet je, ik krijg een kind, ik word moeder. En toen zei hij, nou, dan kan je mij ook de hand doen. Ja. Want Johan, mijn vriendin, is ook zwanger. En toen kwamen we erachter dat we allebei uitgerekt waren op dezelfde datum. Met onze kinderen, 14 november. Ja. Uiteindelijk is de dochter veel te vroeg geboren. Er is nog heel wat gebeurd. Maar gelukkig allemaal goed nu. Gelukkig allemaal goed, ja. Maar toen ineens zaten we dus allebei aan de telefoon en werden we allebei ouders. Dat was grappig. Dus de belangrijke momenten in ons leven hebben we altijd wel gedeeld. Het toch soulmates, zoals dat dan heet. Ik weet niet, is dat een goed woord voor in Twents? Ja, nou, soul is geen Twents, maar... Nee, geen Twents. Dank je. Cameroon. Ja. Soulmates. Ik vind het wel mooi, even juist met het Twentse woord. Soulmates. Nee, zeker. Ja. Ja, over foto's. Ik heb een paar fotootjes gewoon gevraagd. Het zal voor jou geen verrassing zijn, Chris. Ja, een lekker ding. Oh mijn god, Jezus. Sorry. Ja, dat was toen, hè? Je had wel de jacket, hè? Deze ook trouwens. Oh mijn god, ja, het haar. Ja, die weet ik ook nog wel. Jeetje. Verschrikkelijke foto. Ja, verschrikkelijk. Ja. En dit, hè? Ah, kijk nou toch. Ja, nou, daar ben ik toch... Dat was bij je oma. In Goor. Ja. Oma. In Goor, ja. Oh, dit was toen hadden we net verkering. Ja, voorjaar 1997. Jezus, wat een slechte foto van mij, hè. Die daar. Jeetje. Maar we waren jong. Je gewoon onderkin daar. Ja, verschrikkelijk. God, ja. Dit was Gran Canaria. Gran Canaria. Was dat nou een van onze eerste vakanties samen? Ja, dat was een van. Ja, dat was tussen kerst en oud en nieuw. Ja, inderdaad, ja. Ja. Jong. Ja, dat was ook 97 of zo. Zoiets? Ja, jij was nooit zo goed met data, hè? Ja. Hier, dus, met je zus. Dat was in Duitsland? Ja, dat pretpark in Duitsland, hoe heet ik weer. Ja. Wonen, brothers. Ja, 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 ja. Daar hadden we ook nog een foto dat wij heel lullig als een soort cowboy verkleed zitten met zo'n pistooltje. Klopt. Toch? En die heb ik niet meer. Oh, die kan ik... Ja, ik heb nog heel veel foto's van ons. Nou, laat zien dan. Nee, niet bij hem, maar die heb ik, die moet ik jou nog een keer geven, want dat is volgens mij de helft van jou ook bij. Ja, ik mis er ook al heel veel. Ja, een van mijn eerste foto's, modellenfoto's. Dat was in zo'n blad van... Had jij die nog? Nee, die had ik niet. Die komt niet van mij. Oh, ja, dit is in... Moet kijken, dat was nog voor jouw tijd. Was ik 14. Dit ook. Jeetje, jij dacht ik pak even een paar hele geile bimbo-foto's van terug. Ja, specifiek om gevraagd. Wat een memme, hè? Ja, wat zijn ze geweest nou? Ja, die zijn weg. 2 bevallingen later. Jee, wat een lichaam. Soms wil je weer zo dat lichaam hebben, maar dat is gewoon voorbij. Waarom kijk je mij aan? Valt het allemaal mee, hoor. Ja, weet je. Ja. Shit, dat ik er niet meer van genoten heb van zo'n lichaam. Hij wel. Hij wel. Nou, dat kun je doen. Jij wel, ja. Oh, wat leuk.